De Spits van Joe. Raf en Rani. Ja, het geluk schuilt vaak in een klein hoekje. En dat hebben onze Raf en Rani reizigers ook begrepen. Dag Jury en Dries. Hoi. Ja, we genieten deze dagen van een echte été indien. Dus houden jullie het vandaag dicht bij huis? Ja, we moeten ervan profiteren. Hè? Nu dat, voilà. We spreken 30 graden, kom aan. Ja. September, 30 graden dus. We gaan naar de Belgische kust. Ja. Ah. We gaan naar Oostende. En waarom Oostende? De koningin der badsteden, ah, hè. Voilà. Tuurlijk. En en plus... Rani. Allee. En en plus is er nu in Stad Oostende is het filmfestival, de 10e editie van het filmfestival Oostende aan de gang. Dus lijkt het ons wel fijn voor alle mensen die nu naar het filmfestival gaan, om ook nog wat andere tips mee te geven. Ja, wat kan jij hen aanraden? Wat moeten ze daar doen? Maar als het is voor te slapen, ondertussen ons tweede thuis, is eigenlijk Terme Palace Hotel. Ja, leuk mooi, hotel. Ja, zo'n beetje de grandeur en zo de verhalen die daar allemaal hangen. Stel je daar van alles bij voor als je daar zit. Ja. Zo een beetje het toestand uit een Belle Époque, maar echt fantastisch geweest. Ja. Kan je daar sterren spotten nu met het filmfestival? Ja, als je sterren wilt spotten, is nu zeker de moment. Omdat dat heel dicht bij Kinepolis ligt, is daar altijd wel een of andere acteur of regisseur die daar overnacht. Dus aan de ontbijttafel in de ontbijtzaal is het meestal wel de moeite als je bekijkt hoe dat daar allemaal zit. Ja. Mm-hmm. Oké, dus ze hebben al goed geslapen en dan, ze worden wakker. Waar naartoe? Als je wakker wordt, zou ik zeggen, kijk nog even naar het altaar van Chris Martin. Dat staat recht over Terme Palace. Dat is een kunstwerk. Ja. Dat komt eigenlijk uit de tentoonstelling Salut d'honneur aan Jan Hoed. En dat is het enige werk dat van die reeks daar nog staat. Ja. Het heeft wel iets bijzonders, omdat het zo midden op het strand staat. En het is eigenlijk geïnspireerd op een kunstwerk uit Gent. De stad van Jan Hoed. Ja. En dan gaan we gaan aperitieven. Amai, zo direct naar het ontbijt. Tegen dat er zit, er al een wandeling op zit. En het is gewoon weer ook wel. Ja. En waar gaan we dat doen? Op de zeekdijk heb je Histoire d'eau. Tof. Dat is ondertussen een redelijk gekend plekje. Mm-hmm. En dat staat er eigenlijk ook voor gekend dat ze meer dan 1000 verschillende gin tonics op de kaart hebben. Die jullie allemaal hebben geprobeerd. Nog niet geprobeerd van ze allemaal af te vinken. Nee, maar we zijn bezig. Je kan daar ook lekker eten, hè? Ja, een lekkere hamburger hebben ze daar. Ja, de houseburger met vlees van bij dieren. Oh, is echt wel een aanrader. Ja. Ja. Ik denk dat er eentje gratis mag gaan eten nu, Rani. Nee, goed gedaan. Ik denk weer aan eten, want het is mijn uur. Ah, ja, dat is waar. Wat nog, Oostende, vrienden? Een beetje verder, niet zo heel ver van Histoire d'eau, heb je ook Galerie Beausite. En dat is echt wel een uniek adresje. Dat is eigenlijk een combinatie van een galerij waar dat ze kunst verkopen, maar ook een beetje vintage kleding. En super lekkere kaart hebben qua eten. Heel gezond wel. Dus om een beetje goed te maken van die hamburger van daarnet, gaan we nu een beetje gezonder aan eten. Maar eigenlijk wel speciaal, want je zit zo, dat is een madame, Anne noemt ze, en die woont daar effectief. Ja. En je zit eigenlijk gewoon in haar huis. Ah, is dat dus echt? Je ziet dan ook dat bed daarboven staan. Je ziet effectief die kleerkast. Dat is gewoon zo, je zit bij Anne thuis. En dat heeft een vrij bizarre sfeer met zicht op zee. Ja, ze voelt het ook wel. Ze heet u ook altijd welkom. Echt een warme welkom. Blijf zitten, hè. Zet je op je gemak, hè. Moet niet impresseren. Dat is heel uniek. Ik heb dat eigenlijk nog nergens anders meegemaakt. Het is zeker de moeite om een keer naartoe te gaan. Maar en nog iets wat wij wel veel doen, is als je dan het overzetbootje neemt, dan kunnen we naar Oosteroever. Dus eigenlijk dan zijn ze een beetje weg van alle drukte van de stad. Mm-hmm. Dan gaat eigenlijk de zee-ingang, waar eigenlijk in de haven... Amai, zeg, dat is een moeilijk woord. De zee. De ingang van de haven over. Ja. En dan komt eigenlijk op de overkant uit, waar dat wel super rustig loopt. Je ziet daar bijna geen volk, maar je hebt een fantastisch zicht over de stad. Oh. Ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Maar buiten Oostendenaar zelf. Ik wist zelfs niet dat je daar kon overdragen. Dat er een vaargeul was. Ja, nee, een havengeul. Ik weet dat van in Nieuwpoort kan je dat doen. Ja. Maar ik wist niet dat in Oostende ook kon. Ja, dat bootje op zich is gewoon al een attractie. Dat is gewoon al fijn om een keer te doen. Ja. En voor de mensen die schrik hebben van op een boot te zitten. En als je toch even de zee wilt, kun je ook altijd de nieuwe Strekdam een keer opwandelen tot op het einde. Want dat is ook wel even zo meegenomen worden. Niet door de zee, maar toch door zo het gevoel van de openheid, daar zit je echt ver weg van alles. Een beetje de wind in je haar en genieten. Ja, echt een beetje op het water wandelen dan. Zo'n beetje dat gevoel. Ja, dat gevoel. Zo eventjes in een Bijbels verhaal. Was dat, ik ben volledig mee. Ik ben nou eigenlijk nog aan die gin tonics aan het denken. Ja. Was dat Oostende in een notendop? Of heb je nog... Wat wij meestal doen om ons bezoek Oostende af te ronden, is s'avonds nog een gokje wagen in het casino. Echt? Ah, ah ja.
Ja, Casino Cursale is een plek dat wij veel gaan. Of voor te gokken, of als er shows zijn, want daar is ook theater, musical, cabaret, noem maar op. Mm-hmm. En dat ligt in het midden van het centrum, dus dat is altijd wel dichtbij van gelijk waar dat is uit. Ja. Eigenlijk wel een hippe stad, hè? Ja, en ook in de winter? Of is het alleen maar nu, hè, nu de zon schijnt? En... Wij gaan meestal in de winter, omdat dan ietsje rustiger is. Ja. Het blijft een stad natuurlijk, dus er lopen altijd wat mensen, wat dat het ook leuk maakt. Mm-hmm. Maar in de winter is het ietsje rustiger. En net daarom gaan wij ook dan 's avonds graag naar het casino, omdat wij dat meestal wel doen als we ergens op reis zijn en er is een casino, dan gaan we er toch een keer binnen. Ja. En dat helpt wel voor het vakantiegevoel in eigen land ook wel. Ja. Allee, je hebt ons echt wel een goesting doen krijgen. Allee, ik. Ja? Tot de Oostende dan een keer. Ja, dat zeitje, hè. Jullie en Dries, dankjewel. Tot de volgende keer. Doei. Joe.